Vandaag hier op bezoek in Arnhem hebben we echt kunnen zien wat je in wijken gewoon kunt doen om je voor te bereiden op wateroverlast. Zodat je er echt kunt voorkomen dat de kelders allemaal vol lopen. Nou, ik vind het vooral leuk om te zien dat bewoners zelf ook enthousiast meewerken. Dat ze daadwerkelijk tegels uit de tuin hebben gehaald, ze regentonnen hebben geplaatst en gewoon meer aandacht hebben voor groen om beter water op te kunnen vangen. Nou, we hebben een voorbeeld gezien in een straat waar ze een zeil eroverheen hadden gelegd. En toen echt duizenden liters water eroverheen laten gaan. Dan zie je dat het gewoon keihard afstroomt naar beneden. Arnhem is heuvelachtig, dus dan hebben de mensen die beneden wonen hebben alle overlast. En nu hebben ze nieuw wegdek neergelegd met een soort mini-tuintjes langs de zijkant. Waardoor dat water veel geleidelijker afgevoerd wordt. En de mensen beneden ook droge voeten houden. Dat is een fantastisch voorbeeld.